Yo, dat gast die waarschijnlijk deze video heeft aangeklikt omdat hij zichzelf kapot verveelt. Want daar is YouTube goed voor. Ik wou zeggen leuk. Maar iedereen verveelt zich wel een keer, dus geen zorgen. Waarom zou je zorgen maken als je je verveelt? Die dingen worden telkens slechter. Bij mij is het heel vaak zo dat ik overdag niks te doen heb en in de avond in één keer heel druk ben. Waardoor ik de hele nacht door ga werken en de volgende dag serieus moet gaan slapen. Kijk maar. Ik snap de grap niet. Ja, kijk, hij draagt een bril en hij leest een boek. En dat is heel serieus. En hij ligt te slapen. Serieus slapen. Oké, goede grap. Ja, inderdaad. En hij filmt zichzelf in bed. Ja, en hij maakt geen seksgrappen voor de verandering. Weet je, we kunnen best nog wel trots op hem. Neuk in de kut! Nou ja, volgende keer beter. Ik denk eigenlijk dat iedereen zich wel vaak verveelt, want zo is het leven gewoon. God spaart daar niemand mee. Heel vaak als ik me verveel, kom ik de gekste dingen tegen op het internet. Wist jij bijvoorbeeld dat de band ABBA van Mamma Mia, Dancing Queen en al die andere meuk een van de meest succesvolle bands aller tijden is? En nu hoor ik iedereen achter zijn computer denken: ABBA is voor homo's. Ik kijk te veel New Kids. Ja. Yeah. En blijkbaar was dat vroeger niet zo. Maar als ik me verveel en ik wil iets onderzoeken, ga ik ook kijken of wij dat ooit een keer terugkrijgen. Dus ik belde een homo op om te vragen of we het ooit nog een keer terugkrijgen. Hey Erik, ja, met Bardo. Ik had even één vraagje. Vertel. Wanneer krijgen wij hetero's weer ABBA terug van jullie? ABBA? Ja, ABBA. Krijgen we dat nog ooit terug, of? Nou, ik weet het niet. Misschien als jullie je best doen. Gaan we dat maar doen. Oh, dat is ongemakkelijk. Oké. Nou, deze video is al behoorlijk flauw. Maar we gaan het erger maken. Want dames en heren, als jij je verveelt, kan je ook spelletjes doen. Dat zou je in je eentje kunnen doen, maar je kan het ook doen met Mastu, de beer. Hallo, ik ben Mastu, de beer. Ik ga jullie iets vertellen. Hier zit je dan op je kamer te praten tegen de camera met een vingerpomp. Wat ik wou vertellen is dat je ook met anderen kan spelen. En als je met anderen speelt, kan je bijvoorbeeld een spelletje doen als hints. Oké, twee woorden. De wielen van de bus gaan rond en rond. Een vierkant, een hand die draait. Oh, een film. Twee handen op elkaar die naar boven wijzen. Garfield. Garfield de film. Pulp Fiction. Sherlock Holmes. Mega Mindy. Fight Club. Waar is Wally? Wat? Waar is Wally? Dat is dat boek. Wat ik vroeger veel las. Holy fuck. Het is James Bond. Die is kapot. Jongens, we hebben al drie dingen gehad in deze video. En volgens mij wordt dit eindelijk weer een kwaliteit video. Er is niemand. Daarom muziek. Deze video is gewoon één groot feestje voor het Banjo Legioen aan het worden. Oké, zo'n groot feestje wordt het ook niet. Want op heel veel feestjes ben ik altijd mijn naam kwijt. Oh, kom op. Wat was er nou? Kom op. Hierin. Ja, man, met Bardo, kan je me helpen? Wat is mijn naam? Ik ben mijn naam kwijt. Oké, ik ben er klaar mee. Dit doet het ook gewoon. Dit is weer een keer een goede banjo-movie, toch? Ja. Er klapt nooit iemand mee. Waarom doe ik dat altijd? Voordat ik deze video ga beëindigen, wil ik één ding met jullie bespreken eigenlijk. En dat is voor een bonus banjo-movie die ik morgen ga uploaden. Normaal geef ik altijd één prijs weg aan één persoon en die is gelukkig. Alleen vandaag geef ik één prijs weg aan iedereen. Als deze video die jij nu aan het bekijken bent voor dinsdag 14 februari 12 uur... 2500 groene duimpjes heeft, upload ik een extra banjo movie. Maar nu hoor ik jou natuurlijk denken... Ja, dit is heel slecht gedaan, dit moet ik niet doen, nu snapt niemand er meer niks van. Niet te veel verwachten van die banjo movie, het is gewoon een hele korte van 30 seconden. Alleen omdat die 30 seconden is, vind ik hem iets te kort om te uploaden. Maar nu kunnen jullie aangeven dat die wel geüpload moet worden, dus doe je ding. Deel deze video ook met al je vrienden. Via Hives, Twitter, Facebook, MySpace, ben ik iets vergeten, Bardo? Ja, je kan nog zeggen MSN of zo. Een MSN. Dankjewel, Mastu de Beer. Graag gedaan. Nieuw dieptepunt uit mijn leven is bij deze bereikt. Deel hem gewoon en je maakt kans op een extra nieuwe banjo movie morgen. Gasten, ik check jullie later. En als ik wat op de camera heb gedaan, dan zie je video's. Al die video's zijn klikbaar en er staat de hele grote knop abonneren in beeld. Mocht je nieuw zijn, ram lekker op die knop en je ontvangt vaker video's van mij. Nou gasten, ik check jullie later. Banjo!